Hey guys, Spark hier en welkom bij de volgende Wicked Wednesday. Misschien denken jullie wel van, hè, nog één, op twee op één dag. De eerste wilde ik vorige week uploaden. Die had ik vorige week gemaakt, maar door dingen kon ik het niet uploaden. Vandaag zitten we ook weer in mijn kamer, want onze koelkast is kapot. Dus we gebruiken nu tijdelijk een koelbox als koelkast. En die maakt heel veel lawaai, dus ik kan het niet beneden opnemen. Voor de volgende Wicked Wednesday heb ik weer wat nieuwe pakjes verzameld. Die de treasure chest in gaan. 3 van Evolutions. 2 Steam Siege. 2 keer Breakthrough. En 2 keer Primal Clash. En dat zijn de laatste. Zijn een paar sets. Wat ik niet echt... Oké, wacht even. Wat ik niet echt spaar. Als ik dat doe, dan horen jullie me waarschijnlijk niet. Maar ja. Ik kon ze goedkoop krijgen. En toch doe ik het weer. Ik kon ze goedkoop krijgen. En daarom zitten ze erin. Oké. We gaan beginnen met Wicked Wednesday nummer 2. Boom, boom, boom. Oké. En wat halen we er vandaag uit? Ogen dicht. En ik pak deze en het is... Oh, die hebben we er net hebben ingegooid. Primal Clash. Ben benieuwd naar die set, want die spaar ik niet. In ieder geval. Ik ben pas begonnen met sparen. Eigenlijk sinds Generations. Pakje 2 is Evolutions. En het derde pakje... Okay, jullie denken misschien, hij pakt gewoon zomaar wat hij wil. Ik pak niet wat ik wil. Ik heb mijn ogen echt dicht. Deze wordt het. En het is... Sun and Moon! Nu gaat de box weer een week dicht. En die zetten we voor onze promokaarten van Lycanroc en Snorlax. Vorpian is erbij. Misschien geeft hij me dit keer geluk. Kan dat zo met die box? Meh. We don't know. We don't care. We gaan van oud naar nieuw. Dus Primal Clash Evolutions en Sun and Moon. En ik ben benieuwd wat er in Primal Clash allemaal zit. Ik heb voor mijn gevoel nog nooit een Primal Clash opengemaakt. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. We shall see. We shall see. Gidden met Vibrava. Shrine of Memories. Lantern. Tynamo. Chinchou. Horsey. Beedoof. Good Pokémon. Meditite. Nice. The reverse is a lantern. And there's an uncommon. And the rare is an... nice! Mega Gardevoir EX. Wow, Primal Clash. Wow. Misschien moet ik wat meer van Primal Clash gaan halen. Deze gaan we gelijk sleeven in een mooie... Pokémon Anniversary Sleeve. Nice. Mega Gardevoir EX is onze eerste rare. Super awesome. Ik hoop dat we vorige week kunnen overtreffen, want de eerste Wicked Wednesday was bad. Die was echt zo kak eigenlijk. Evolutions. De eerste Wicked Wednesday die staat ook online. Die heb ik net online gegooid eigenlijk. En zoals ik al zei, dat wilde ik dus vorige week doen. Maar geen tijd, dus daarom krijgen jullie dit deze week 2. Altijd leuk, toch? Als mensen Pokémon kaart gaan unboxen. De holo, of de reverse holo, is een Farfetch'd. Nice, volgens mij had ik hem nog niet in reverse. En Farfetch'd is een rare. Nice. Die leggen we even aan de zijkant. En de echte rare is een focus. Oh, Mega Pidgeot Full Art. Nice! What the hell? Thanks, Evolutions. En het is een... Het is natuurlijk een rare. Nice, Mega Pidgeot EX Full Art. Ik had eigenlijk op het pakje moeten zetten wanneer ik hem erin had gegooid. Ik weet niet of het pakje van vorige week was of van deze week. Misschien moet ik dat maar gaan doen. Maar ja, het is niet heel belangrijk.
En dan het laatste pakje is Sun and Moon Base. En nog 2 weken? 1,5 week. En dan komt de nieuwe set van Sun and Moon uit. Out? Dan komt de nieuwe set van Sun and Moon uit. Rising Guardians. Waar ik zo pumped voor ben. En ik heb een aantal kaarten gezien. En ik hoop echt dat ik freaking Ninetales GX krijg. Die wil ik gewoon. I want that. I want it. Net zoals ik nog steeds mijn Decidueye wil. Decidueye GX. Geef me Decidueye GX. Gaan we hier Decidueye GX krijgen? Of een rare? Een full art? Ik weet niet. I don't know. Reverse is een Stoutland. Die natuurlijk ook rare is. En de echte rare is een... Fuck. Beter ben je een hollow. Masquerade, ready to anticlimax. Hele anticlimax. Maar dat maakt niet uit, want deze Wicked Wednesday hebben wel 2 gave kaarten gehaald. Of gehaald, gepoeld. Mega Guard for EX uit... Primal Clash, dank u. En Mega Pidgeot EX Full Art uit Evolutions. Dit is toch Full Art? I don't know. Kijk, zo goed ben ik op de hoogte. Maar deze is fucking nice. Ik heb hem net gesleeved, maar hij gaat zo meteen in de map. Met de andere Evolution kaarten. Waar ik er nu weer 1 van bij heb. Oké, guys, like, subscribe, share, comment, bla bla bla. Hou me in de gaten, want ik en mijn broer zijn met een paar projecten bezig. Wat hopelijk binnenkort ook een beetje online gaat komen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Would be nice, would be awesome. Maar voor nu zeg ik tot volgende week, tot de volgende Wicked Wednesday. En bye bye.